zo ver vandaan, waar een thuiswagen een huisje staan. Leeft een vrolijk volkje erop los, de snuiters uit het snuiterbos. Ik ben Puk, ik ben Pelle, wij zijn Tuk Tuk Thuis. Wij zijn stapeldol op reizen naar kastelen en paleizen, waar je van de spanning als een rietje klinkt. Want wij zijn twee vieren fluiters en wij beroemde snuiters. Niemand op de wereld heeft zo dapper geleefd. Ken je Puk, dan ken je Pelle van verhalen op de buis. Ik ben Puk, ik ben Pelle, wij zijn Tuk Tuk Thuis. Welkom bij de Tuk Tuk Thuiswagen. Welkom bij de Tuk Tuk Thuiswagen. Welkom bij de Tuk Tuk Thuiswagen. Het is gewoon een te gek huis. Ken je Puk, dan ken je Pelle van verhalen op de buis. Wij zijn Tuk Tuk Thuis. Snuiterkruid. Lekker, hè, Pelle? Heerlijk. Gelukkig maar dat er altijd genoeg van is, hè, Puk. We hoeven het maar aan te planten en het groeit. Oh, maar weet je nog die keer dat het op was? Toen had Dokus alles opgegeten. Ik wist toch niet dat het niet mocht? Dat was ook zo lekker. Ja, maar wij beleefden wel ons engste avontuur tot nu toe. En dat alleen maar omdat Dokus zo'n lekkere trek had. Ik was er al bang voor. Snuiterberiberi. Wat is dat? Wat is dat? Snuiterberiberi is een afschuwelijke ziekte. Punt 1, je krijgt allemaal rode vlekken van in je gezicht. Punt 2, bij elke derde stap moet je een buiging maken. Doe je dat niet, dan krijg je verschrikkelijke jeuk. En het is ook nog besmettelijk. Zo! Maar wees niet bang, er is één oplossing. Bij één kopje snuiterthee ben je weer beter. Dus wie heeft de snuiterkruid voor mij? Hoe kan dat nou? Ik weet het niet. Ik heb Dokus erop laten passen. Ik weet van niks. Dokus? Het is ook zo lekker. Ik wist niet dat het laatste was. Nou, dan zit er maar één ding op. Puk, Pelle, jullie gaan snuitkruid voor me halen. Snelverband snuiter. Ja? Waar kunnen we dat snuiterkruid nou vinden? Nou, ik zal jullie de route eventjes uitleggen. Jullie moeten door het woeste woud, over de vlakte van Protagonië, naar Illyrië. En daar is het tolhof van Quarantas. Quarantas? Ja, Quarantas is de laatste der magiërs. Maar pas op voor hem. Hij kan het laten bliksemen en hij heeft kanonnenvingers waar hij mee kan schieten. Maar wil hij het snuiterkruid dan wel aan ons afgeven? Hè? In geen geval natuurlijk. Daarom woont hij in het dolhof van Taxushagen. Even Taxushagen, dat zijn struiken, hè? Dat klopt. Wacht even. Jullie kunnen dus het snuiterkruid vinden door een kaart van hem af te pakken die hij altijd bij zich heeft. Maar wees voorzichtig, want hij is niet makkelijk. Wat zit daarin? Dat zul je wel zien. Ik ben er klaar voor. Ga je mee? Nou. Ik wens jullie een goede reis. Sorry, Puk en Pelle. Tot gauw. Goeie reis, Puk en Pelle. Dag. Tot ziens. Hey, Pelle, hoe lang zijn we nou eigenlijk onderweg? 2 dagen. Dan hebben we nog 5 dagen. Kan je dat dolhof vinden op die kaart? Wat heb je er anders aan? Maar, daar moet het zijn. Oh, ja, ik zie het ook, Pelle, Dolf. Wat knap van je. Nou, zo moeilijk was het ook weer niet. Nou, kom op. Ga maar. Kom. Ja. Hup. Goed zo, goed zo. Kom maar. Kom. Zo. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Nou. Zo. Zo. Kom op, dan kunnen we gaan. Ja. Oh, wacht, wacht. Ja, moet dat nou mee? Ja. Waarom? Wat is dat? Nou, dat zal je wel zien. Ja, dat wil ik liever nu weten, hoor. Nee!
dokter zei toch dat Quarantas het bliksem beheerst? Nou, laten we maar gaan. Zo erg kan het niet zijn. Ja. Ja, halve maancirkels, wind in het kwadraat. Oké. En hij is druk bezig en daar moeten we gebruik van maken. Ja. Mijn geheime wapen. Het mes van de koning van Palombië. Weet je nog? Ja, wat ga je daarmee doen? Ik niks. Jij? Je gaat ermee kappen. Ja, ja. Kappen. Waar zijn die? Die verdraaide wind. Hey, brutale snuiters. Jij krijg ik. Ja. We hebben de kaart. Nu weten we waar het centrum is. In het centrum ligt het snuiterkruid. Kom op, ga. Ah, gelukkig het centrum. Hier is het snuiterkruid. Oké. Genoeg tegen stuiterbieribiri. We hebben het snuiterkruid. En hij is nergens te zien. Kom, wegwezen. Bing! We zijn nu al 5 dagen weg. Als ze niet snel terugkomen, ziet het slecht voor ons uit. We hebben het snuiterkruid! Hoi, snuiterthee! Hallo, vogels! Dokus, wat is dit? Het is weer tijd voor mijn geweldige show. Oh, wat zullen de kinderen me weer geweldig vinden. Hij is verwaand geworden. Verwaand? Verwaand? Jullie zijn gewoon jaloers omdat ik de show steel. En als jullie het niet erg vinden, ga ik me nu voorbereiden op mijn show. If I can make it. Jee, hij zingt wel erg vals hoor. Anywhere. Dokus, mond houden! Hi guys! Ja! Vinden jullie mijn pak niet mooi? Speciaal voor mijn show. Oh, trek hem dat pak uit. Je bent afgereden. Dit is Studio Dokus tijd. Studio Dokus. Take 74. Ja, de vogels aan de macht. Waar ben ik? Dokus,
Zat je weer te dromen over vogels in de politiek? Dokus voor president! Dokus is de beste! Dokus, Dokus. Ja? De camera loopt. De camera? Ja. Oh! Juist. De camera. De studio. Ja, oh, kinderen. Hallo. Ja. Hallo, lieve kijkers. Welkom bij Studio Dokus. Het is weer tijd voor een mooi verhaal over de dieren die ik samen met Puk en Pelle ben tegengekomen op de raarste plekjes van de wereld. Waar waren we allemaal niet geweest om te zoeken naar het laatste Dokus-ei? Ja, om dat allemaal te vertellen hebben we nog wel een paar afleveringen meer nodig. Maar de aflevering van vandaag gaat over de dieren waar ik net zo lekker van lag te dromen. Totdat Studiosnuiter me zo prettig wekte. Nou, kinderen, vandaag gaan we het hebben over een verre neef van mij. De struisvogel. Neef Struis is niet zomaar een vogel. Nee, hij is de grootste vogel ter wereld. Hij kan wel 3 meter hoog worden en past waarschijnlijk niet eens bij jullie in de bungalow. Neef Struis, en nicht Struis trouwens ook, zijn dan ook niet de lichtste vogels. Ze wegen ieder wel 150 kilo. Dat is wel 2 keer zoveel als je vader, hoop ik. En probeer die maar eens op te tillen. Een dodo hoeft in elk geval niet op dieet, hoor. Ik weeg nog geen 5 kilo. De struisvogel leeft voornamelijk in Afrika. En als het goed is, weet Studio Snuiter nog precies waar het ligt. Wijs maar eens aan, Studio Snuiter. Heel goed. Ja, Afrika is een werelddeel, hè? Ja, een heel groot werelddeel. Net zoals Azië en Europa. Ja, goed zo. Ja. Nou, Studio Snuiter, ik zou zeggen, noem eens even een land waar ik samen met Puk en Pelle geweest ben. Je weet het niet, je weet het niet. Bijvoorbeeld Kenia. Ja. Ja. We zijn er op een heuse safari geweest en dat was spannend, joh. En behalve neef Struis en een heleboel andere leuke dieren, zijn er ook heel veel van die vervelende muskieten. Zeg maar hele gemene muggen. En omdat de mensen in Kenia ook lekker willen slapen zonder door die muskieten gestoken te worden, liggen ze 's nachts onder een klamboe. Ah, juist, ja. Maar de meeste mensen hangen een klamboe boven hun bed, aan het plafond. Ah, ja. Nou, de struisvogel is echt een hele stoere vogel, zeg. En hij jaagt ook alle enge dieren weg, die wel een eitje lusten, weet je wel. Trouwens, neef Struis is overigens een hele goede hardloper. En niet zomaar eentje, nee. Hij kan wel 50 kilometer per uur lopen. En meer. Nog even doortrainen, Studio Snuiter. De struisvogel doet dat dus zonder moeite. Ik heb er dus een eitje mee mogen rijden. Het was geweldig. Heb je die poten van hem wel eens gezien? Zo sterk zie je ze niet vaak, hè? Weet je wat nou zo leuk is? Oh, als hij verliefd is, dan danst hij voor mijn nichtje zo mooi. Dan slooft hij zich echt uit. Hij heeft echt talent, vind je niet? In tegenstelling tot de studiosnuiter. En je, Dokus, je moet wel een beetje je snater... Wat wil je nou eigenlijk zeggen, Studio Snuiter? Ik begrijp er helemaal niks van. Laat maar. Ja, inderdaad. We laten het maar, want we zijn alweer aan het einde van ons programma. Jammer, maar niet getreurd, hoor. Kijk gewoon de volgende keer weer naar een aflevering van Studio Dokus! Dat kan ik zelf ook wel, hoor, Studio Dokus. Dat weet ik ook wel dat je het kan, maar ik dacht misschien dat het gezelliger was omdat ze aan is. Ja, maar maakt ook een knoop. Kan ik het helpen dat er een knoop in zijn klamboe zat? Ik ben toch helemaal geen struisvogel? Nee, maar goed, ik doe het, ja. Help!
Dat is de helikopterhoed die we met knutselsnuiter hebben gemaakt. In Neder-Tibet. Weet je nog? Oh, ja, ik weet het weer. De knutselsnuiter wilde de bergen in, maar er reden geen auto's en hij was te lui om te klimmen. Dus maakte hij dat apparaat. Precies. Zou hij het nog doen? Oh, geweldig! Bellen! Bellen, ik wil ook een keer. Laat mij ook eens. Je moet wel een beetje kalm aandoen, hoor. Het is gevaarlijk binnenshuis. Kijk uit voor het dak! Puk, kom naar beneden! Dat kan niet, ik zit vast! Er zit een heel groot gat in het dak! Ik probeer nog een keer te starten! Puk, waar ga je heen? Naar de knutselsnuiter! Om te vertellen dat zijn hoed nog werkt! En dat het tijd is voor de knutseltip! Hallo, jullie zijn er weer, zie ik. Nou, hartstikke fijn. Ik ben jullie eigen knutselsnuiter en ik heb weer een hele leuke knutseltip. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan vandaag maken een melkpakkenstad. En ik ga je nu eventjes vertellen wat je daarvoor nodig hebt. Gekleurd doorzichtig papier. Ze noemen het ook wel vliegenpapier. Een kartonmesje of een Stanleymesje. Dat is ontzettend scherp, dus pas er goed mee op. De bekende schaar. Potje lijm. Wat leuke verf. En dan heb ik een hele goede tip. Als je het nou in een spuitbusje koopt, dan werkt dat namelijk veel sneller. Een melkpak, en dat mag natuurlijk ook een karnemelkpak zijn, of een yoghurtpak, of een hopjesvlaapak, of een chocoladevlaapak. Het maakt niet uit, als je hem maar goed omspoelt. Dan ga ik je nu even laten zien wat je niet moet doen. Is binnen je melkpak gaan spuiten. Is niet goed, en ook niet inademen. Onvoorzichtig zijn met het mesje. Al snij je zo in je neus. Dan zal ik je nu even een paar leuke voorbeelden laten zien van een aantal melkpakken die al klaar zijn. Allereerst pakken we het, in dit geval, karnemelkpak. En die spoel je eerst heel erg goed om. Anders dan gaat het stinken. Trouwens, als je het allemaal niet kan volgen, kun je gewoon even naar de receptie en vraag je even zo'n papiertje met alle gegevens wat allemaal weer op staat. Ja? Goed. We gaan nu eerst snijden. Pakken heel voorzichtig het mesje. En we snijden de achterkant van het pak. Eens kijken hoe makkelijk dat gaat. Hoppee, dat gaat lekker snel, hè? Aan de andere kant. Hoe gaan we nu verder? We gaan eerst het pak eens even in een mooi kleurtje spuiten. Dat doen we natuurlijk met de spuitbus. Eerst even goed schudden. En spuiten maar. Ik heb er al eentje klaar. Komt hij er zo uit te zien. Vind je ervan? Best leuk, hè? Je knipt een stukje papier uit, wat ongeveer zo over het raam heen past, maar iets groter, want je moet het nog vast kunnen lijmen. Even testen. Ja, hij past. Nu kan ik hem gaan vastlijmen. Vind je ervan? Ziet er goed uit, hè? Nou, heel belangrijk is dat je niet vergeet om een paar gaatjes in de bovenkant te maken. De schoorstenen, weet je wel. Want als je anders een kaarsje erin zet, je hebt geen schoorstenen, vliegt het hele pak in de fik. Is niet goed. En als je nou een stuk of 8, 9, 10 van die pakken hebt gemaakt, dan vraag je even aan je vader of moeder een vaccinelichtje. Dat is hetzelfde als een theelichtje. En die zet je dan van achter in je pak.
En moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Melkpakkenstad, hier ben ik. Hey, trouwens, ik speel nog even door. Tot de volgende keer. Hallo, mensen van de Melkpakkenstad. Oh jee, het is nu alweer tijd om dag te zeggen. Dag kinderen, tot de volgende keer. Dag. En dans maar lekker mee op de snuitervuif. Swing dans feest op de snuitervuif. Swing dans feest op de snuitervuif.